Ja, maar misschien is het ook het, 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 uh, het hermetische ervan. Het is een beetje moeilijk woord, maar het gesloten einde van, van ja, journalistieke vormen. Terwijl eigenlijk ook wat ik op LinkedIn echt wel probeer te doen, is altijd een open einde inbouwen. Altijd vragen om input van uh, lezers en volgers. Van weet jij meer, heb jij interessante bronnen hierover? Zit ik ernaast? Vul me aan. En dat soort levende journalistieke vormen die uh, nou ja, mee veranderen met nieuwe inzichten, daar zijn we nog best wel een beetje naar op zoek. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuw Comfort Zones. Hier spreken we met mensen die met wetenschap, techniek, kunst, media of ondernemerschap de wereld een beetje mooier maken. Mijn naam is Marta Riemswa en aan tafel zit altijd ook Peter Oosterwijk, initiatiefnemer van deze podcast en van Dutch Innovation, en grote liefhebber van technologie, wetenschap en kunst en alle crossovers daartussen. En onze gast van vandaag is Wouter van Noord, journalist bij NRC met als aandachtsgebied Future Affairs, wat nogal breed is, want in theorie is alles een future affair. Uh, dus ik ben benieuwd uh, wat je er wel zelf onder verstaat, maar daarover straks meer. Um, hij is al een tijdje terug van een sabbatical van zeven maanden. Hij verkocht zijn huis en trok hem met een camper en zijn gezin op uit, over nieuwe comfort zones gesproken. En vandaag is hij hier bij ons in de studio. Welkom Wouter. Hoi. Hoi. Fijn dat je er bent. <laughs> ja. Laten we eens beginnen bij je werk. Je schrijft uh, voor NRC over Future Affairs. En ik ging even kijken waar je allemaal over geschreven hebt de afgelopen tijd. Het ging over dierentuinen, of die nog wel van deze tijd zijn. Over voedselbossen. Over palmolie. En je wierp de vraag op of we ons energieverbruik. of dat ook afneemt nu de prijzen weer dalen. En dan heb je het op LinkedIn over indrukwekkende spreeuwenzwermen. Ongemak van bij het onderafvalmiddel Zempik. En nou, ik ga nog even door. Wat is jouw. Uh, ja. ja, het is een Future Averse is zo breed dat het ook inmiddels inderdaad een soort van smoes is geworden om gewoon overal mijn neus in te steken en altijd mijn eigen nieuwsgierigheid en verwondering te volgen. Wel, altijd met uh, nou ja, de blik vooruit. Uh, betere toekomst. Hoe kunnen we die met z'n allen voor elkaar krijgen? En ik denk dat een hele belangrijke kern ook is uh, omgaan met complexiteit. En complexiteit is natuurlijk een beetje een clichéwoord geworden, maar ik denk dat het een heel belangrijk woord is in deze tijd. Letterlijk komt het van samen vlechten. Dus allerlei draadjes die samen aan elkaar trekken en in elkaar verweven zitten. En ik denk dat heel veel van de uitdagingen en de problemen. en ook de oplossingen uh, die er aan zitten te komen. vooral complex zijn. En dat dus. Een te complex misschien. Papal, uh, of? Nou, in ieder geval complexer dan ooit. Ik denk dat, dat je die stelling wel kunt maken. En dus is het ook belangrijker dan ooit. om goed te leren omgaan met die complexiteit. En dat is volgens mij nogal anders dan omgaan met. Uh, simpele problemen. Hmm. Hmm. En waarom is het zoveel complexer geworden? Alleen omdat er veel meer mensen zijn die veel meer verbindingen aangaan. Uh, die ook steeds meer uh, verbindingen hebben met die omgeving. En die omgeving praat ook terug in de vorm van instortende ecosystemen en dat soort dingen. En, en klimaat. Uh, dus we zitten, uh, in mijn indruk, steeds meer verstrikt in zo'n zo vlecht. Uh, waarin alles op elkaar inwerkt. Waarin uh, nou ja, problemen niet meer los uh, zijn te zien van elkaar. Uh, en. Je dus ook echt een andere blik nodig hebt op wat er op ons afkomt. Dat dat niet meer uh, een blik is waarmee je zomaar problemen kunt isoleren en uh, een geïsoleerd probleem helemaal kunt dooranalyseren en dan er een oplossing voor kunt bedenken. En dan, dan is het weg. Het is veel ingewikkelder dan dat geworden. Ja. En je noemt jezelf geen wetenschapsjournalist, dat zou je ook kunnen zeggen, maar dat is dan te beperkt. Ja, ik gebruik wetenschap wel als een lens om door te kijken, maar het is ook maar één lens. En wel een hele belangrijke lens, een toetsteen, een bullshitfilter. Uh, dus ik, ik, ik ben heel blij met de wetenschap, maar ik zie ook soms wel de beperkingen van de wetenschap. En zeker als je de wetenschap met een hoofdletter schrijft, van daar moeten we allemaal in vertrouwen. Daar krijg ik altijd wel een beetje de kriebels van omdat dat volgens mij juist een soort valse zekerheid uh, schept over wat we dan moeten met die realiteit. En nou ja, naast wetenschap heb je ook kunst en ervaring en gevoel. En er zijn hele belangrijke onderwerpen die vooralsnog buiten het domein van de wetenschap liggen. Zoals wat is de aard van ons bewustzijn? Uh, de vraag wat is leven is nog niet eens echt uh, eenduidig beantwoord door... Dus... Wie, wie ben ik? Ja. Uh, <laughs> ja. Nou ja, de, de, je kan het ja. zo breed trekken als je wil, ja. maar... Uh, voor mij is het dus met name in die complexiteit heel belangrijk om verschillende lenzen te kunnen aannemen. Van, uh, soms de wetenschap uh, en soms uh, de kunst, soms uh, de natuur, uh, soms de verwondering. Wat is, uh, je, wat is je lievelingslens? Verwondering, denk ik. En, en, en uh, uit die verwondering, nieuwsgierigheid. Ik denk dat voor mijzelf dat ook een soort bevrijding is geweest. Uh, uit het denken in hele afgemeten portefeuilles, bijvoorbeeld in, uh, bij ons op de krant, dat ik gewoon daar uh, eigenlijk uh, dat durfde loslaten en gewoon mijn eigen nieuwsgierigheid durfde te volgen en of dat dan een spreeuwzwerm is of, uh, of de werking van het middel piek. of uh, een prachtige eikenboom die uh, duizend verschillende diersoorten blijkt te huizen en de vragen die daar dan weer uitkomen. Uh, dat vind ik heel uh, Belangrijk en fascinerend. En uh, ik denk dat dat misschien ook wel een van de dingen is die probeert te doen in die complexiteit dan maar te varen op die nieuwsgierigheid en die verwondering. Ook vanuit dat je het dus echt niet weet soms. Mm. Interessant. En zeker voor een journalist een uh, goed uitgangspunt lijkt ja, mij. En, en heerlijk. Het is, het is echt genieten. <coughs> voor mij zijn twee van de mooiste energieën die mensen kunnen hebben... is mijmeren en meanderen. <laughs> dus niet weten waar je uitkomt. Maar... En verwonderen dan dus. Hè? En dat is verwonderen. Ja. Je, je blijft dus op een plek waarvan je niet wist dat je daar wilde zijn. Ja. En dat is wel wat jij doet met ja, je... Ja, nou, en ik merk ook soms dat het inderdaad wel een beetje kan botsen, wat jij ook zegt Marta, met, 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 met een soort van de journalistieke mores en de journalistieke ethiek en uh, misschien zelfs wel de, de journalistieke checklists die je soms moet afwerken. Uh, dat um, in een wereld die echt heel complex is, die fundamenteel onvoorspelbaar en misschien wel onkenbaar is, is het niet weten uiteindelijk denk ik veel uh, krachtiger dan het Pretenderen te weten de hele tijd. En ja, dat botst wel eens met een journalistiek die uh, in afgemeten stukken toch iets ja. pretendeert te weten over de wereld. Ik vind complexiteit heel, heel mooi. We hebben samen, Martijn en ik, hebben ooit in een project gezeten... waarbij de uh, digitale televisie werd ingevoerd. Dat is een totaal, zeg maar... Uh, heel lang geleden. Heel lang geleden. Voor, dus, heel uh, weinig, ja. in, voor de, de luisteraars, uh, vroeger moest je met een stok... de afstandsbediening, uh, zeg maar, de televisie uh, op een andere zender zetten. <laughs> maar dat was een onderzoek wat me, uh, wat me toen al bezig heeft gehouden. Bij, bij het toevoegen, het uitbreiden van het zenderpakket... dus waar je dus meer keuze krijgt... Uh, was het de reflex van hoger opgeleiden... en met name mannen dat ze minder gaan kijken. Ja. Dus dat ze minder keuzes maken. Dus dat ze eigenlijk een heel erg teruggaan naar, naar één vast patroon. Dus, uh, zeg maar, het ja. zou nu op één en nieuwsuur zijn. Uh, en dat is een soort van ja, psychologische reflex bij. Als iets te ingewikkeld wordt, doen we een stap naar achteren. Dan zetten we niet die stap naar voren. Ja, en dan versimpelen we misschien dus ook de realiteit nodeloos... tot wat die eigenlijk niet is. Dan, ja. dan versimpel je dus het hele aanbod tot die twee kanalen... waar je wel naar kijkt. En dat raakt bij mij wel iets wat, wat, wat mij zo opvalt... überhaupt in... Nou ja, deze tijd die heel overweldigend kan zijn voor veel mensen. Uh, en als ik hem even betrek op gewoon mijn eigen vak, uh, de journalistiek. Is dat we hele overweldigende complexiteit soms kunnen reduceren tot één hele simpele variabele. Dat we een uh, iets eindeloos complex als een economie versimpelen tot BBP. Of een pandemie versimpelen tot IC-bezetting. Uh, klimaatcrisis wordt CO2. En die zaken zijn zoveel ingewikkelder, vervlochtener, uh, complexer. Dat inderdaad de reflex is om dan maar te kijken naar één of twee kanalen... omdat je daar nog een soort van uh, nou ja, zeggenschap over hebt. Maar daarmee zet je wel oogkleppen op... en kom je in een tunnelvisie terecht over wat die, wat die realiteit is. Nou, het klinkt alsof je, alsof je met, met de manier waarop jij uh, kijkt naar die complexiteit... een goede gids zou kunnen zijn uh, hè, voor, voor de lezer. Zo zou je dat kunnen, kunnen benoemen. Um, een vraag die we eigenlijk al... Altijd als eerste stel in deze podcast is... waar lig jij wakker van op dit moment? He, want we hebben het over die complexiteit... maar er zijn natuurlijk ook echt wel grote, grote problemen... die op ons afkomen. Zijn er dingen waarvan je denkt... nou, dat is echt daar... daar poeh, dat, uh... Nou, een van, de, een van de dingen die ook nu best centraal staat... in mijn journalistieke werk is de natuur. En uh, dat is tegelijkertijd een bron van grote zorg, denk ik... en een bron van hoop. Dat als je... Uh, kijk naar de veel van de problemen waar we nu in zitten, is een, denk ik, een verkeerde omgang met die natuur. En ook een reductie van die natuur tot iets wat het niet is. is ja, een er, grondstof. Een grondstof, iets om te winnen, iets om te exploiteren, iets waar de mens buiten en boven staat. Terwijl, nou ja, het, het is bijna een cliché om te zeggen de mens is natuur, maar het is natuurlijk waar. Wij zijn zelf ecosystemen, alleen al door de hoeveelheid niet-menselijke cellen die in ons lichaam zitten, meer dan de helft van onze. Lichamen zijn niet menselijk. Wij zijn ecosystemen, wij zijn natuur. En we zijn dat een beetje vergeten. En door dat te doen, uh, exploiteren we die natuur, maken we uh, belangrijke netwerken in die natuurstuk, uh, vernietigen, vernietigen we ook een deel van de veerkracht die er eigenlijk om ons heen de hele tijd normaal gesproken wel is. Um, dus daar lig ik wel wakker van. Dat als je ziet de staat van ecosystemen, de uitstervingsgolf waar we in zitten. Uh, het verlies van diersoorten, landschappen, habitats, ook in Nederland. Uh, nou ja, die, die cijfers die zijn gewoon schrikbarend. 70, 80 procent van de insecten. Ja. Uh, we zijn echt een heel deel van dat web van het leven om ons heen aan het vernietigen. En daar is er mij te zorgen. veel afstand van komen te staan. We zijn er geen onderdeel meer van. We denken dat we er geen onderdeel meer van zijn, maar nee. dat zijn we natuurlijk wel. Ja. Sterker nog, we zijn misschien zelf al een grondstof aan het worden. Nou, en ik uh, denk dat misschien een van de dingen die we tijdens de pandemie allemaal in ieder geval heel vroom met onze mond beleiden, dat we, de, dat, we dat ervan hadden geleerd, is dus dat we inderdaad een onderdeel zijn van die natuur. En dat die natuur ook een soort wraak op ons kan nemen met allerlei ziektekiemen of door nou ja, het aantasten van de voorwaarden voor ons. Voor ons leven. En tegelijkertijd is het, is het voor mij dus ook een interessant journalistiek onderwerp. Omdat het, nou ja, het is een onderliggend probleem, wat ook te maken heeft met de klimaatcrisis, met de grote problemen waar we nu voor staan. Maar het biedt ook een soort handelingsperspectief. Als ik het woord klimaat hoor, krijg ik bijna een depressie en vloeit alle, alle energie uit mijn lijf. Terwijl als je het hebt over natuur. Dan zie je ook een plek waar je naartoe kunt. Dan zie je een plek die eigenlijk uh, bewonderenswaardig snel kan herstellen als je uh, natuur de ruimte geeft. Als je er anders naar leert kijken. Ik was een tijdje terug bij een uh, beek uh, op de veluwe. waarvan ze de loop hadden losgelaten. Die, uh, eeuwenlang is die ingedampt geweest. En dan zie je dat daar aan de rand van die beek sterven oevers af. Mm. Uh, nou ja, het is op zich nuttig een rechte beek voor trekschuiten en zo. Maar het is heel slecht voor het bos. Mm. En daar heeft natuurmonumenten een experiment gedaan om die beek los te laten. Dat hele gebied is helemaal opgebloeid. Binnen zeven jaar is een soort heel zeldzaam natuurmoeras geworden, waar allerlei zeldzame diersoorten weer terugkomen. Dus je ziet ook, dat vind ik een hele mooie metafoor, dat dat ja. indammen en het er, er, erbuiten en, en daarnaast plaatsen van de mens in de natuur. Zorgt voor problemen. Terwijl die veerkracht van de natuur ook heel snel kan herstellen als je die blik kantelt. En als je, als je dat mee anderen toelaat. Ik hou. Ik vind het een geweldig perspectief hoor, Het is ook echt heel. Maar toch even de, de, de keerzijde ervan. Of is het ook een soort naïef beeld? Van als we maar onderdeel zijn van die natuur en als we er maar mee samenwerken. En als het hè, wat meer. Toelaten ja. als een kracht, dan komt alles wel goed. Dat is ja, natuurlijk ook niet zo, toch? Of? Denk ik ook niet. En nee. er zit, er zit uh, een soort er kan een valse romantiek ja. uh, in. Uh, de natuur is niet alleen maar lief en leuk. En uh, tegelijkertijd, we, we, waar ik heel veel hoop uit put, is ook dat er in heel veel uh, takken van wetenschap echt inzichten uh, boven komen drijven over dat die natuur niet alleen maar hard en competitief is, maar dat het ook echt draait om symbiose. Dat het zomaar zou kunnen dat de, dat de aarde zelf een zelforganiserend uh, ecosysteem is. Wat de voorwaarden voor het eigen bestaan creëert. Nou ja, hele, dat klinkt bijna, bijna spiritueel, maar dit komt, dit komt gewoon ja, uit, uit, uit de wetenschap. En uh, uh, dat. Die beelden kunnen ook naast elkaar bestaan. De Natuur is hard en uh, het is ook goed dat we ons uh, uh, voor een deel kunnen afschermen voor die natuur. Ik ben blij dat, we, dat ik me kan afschermen voor de cholera bacterie, om maar iets te noemen. Ja, want hoezo, hoe, hoe zijn wij zo op afstand komen te staan van die natuur? Wat is jouw analyse daar? Ja, heb je even? Ja, nou, we hebben wel even. Ja, zeker. Dat is wel een heel interessante vraag. Ja, want nou, als we weer terug moeten, dan moet je misschien ook begrijpen waarom we er zo ver vandaan zijn ja, geraakt. nou, ik, denk dat, ik heb daar hele interessante gesprekken over gevoerd met Philip Blom. En uh, Philip Blom is een historicus. Hij uh, heeft uh, hele mooie boeken geschreven over uh, eerst de, de geschiedenis van allerlei systeemveranderingen. En zijn laatste boek, uh, De onderwerping, uh, heet dat boek ook, verkent precies deze vraag: van Hoe kan het nou dat wij uh, eigenlijk in die illusie zijn gaan leven dat wij boven en buiten de rest van de natuur staan? Mm -hmm. Heel vaak krijgt de verlichting daarvoor de schuld. Dat is de periode waarin wetenschap opkwam. En. Uh, daar uh, ideeën op dat we de natuur konden beheersen en dat we uh, door middel van experimenten en, en, en wetenschap uh, nou ja, ook onszelf konden afschermen voor de rest van de natuur. En wat Blom zegt is dat dat eigenlijk een beetje de, de verkeerde uh, schuldige is: die verlichting omdat het denken veel verder teruggaat. Echt al tot aan de opkomst van de, van de eerste religies. Dat je uh, in de Bijbel al uh, de mens als kroon op de schepping. en dus eigenlijk boven de rest van de natuur ziet. En dat zelfs in uh, de goed bedoelende passages uit de Bijbel over de natuur. dat we er rentmeesterschap over moeten hebben. Oh ja. daar zit al meesterschap in. Een dus, dus hiërarchie, letterlijk. Ja, we, we zijn denk ik al heel lang in onze samenleving. in onze cultuur, in onze geloven geconditioneerd. dat we op een of andere manier erboven en erbuiten staan. Uh, dus die wortels zijn heel diep. Dus dan, daar ben je ook niet zomaar vanaf of zo. Nee, nee. Want ik vind het mooi dat je het hebt. Het gaat heel veel over verhalen. Uh, hoe je met elkaar praat en waar we naar kijken en welke woorden we gebruiken. Ja. En, en wat we veel hebben. En je gebruikt klimaat en CO2 als voorbeelden al net. We hebben het heel veel over de dingen. En uh, wat mooi zou zijn als we andere verhalen in de dingen krijgen. Ja. Dus, dus, wat uh, bedoel je, Peter? Nou, als je zegt van uh, iedereen gelukkig of uh, iedereen lang of gelukkig leven of uh, uh, laten we lief voor elkaar zijn, uh, als, als dat uh, zeg maar de boodschap is voor uh, nou, Tweede Kerstdag, ik, uh, ik, ik doe maar, dan heb je een ander ding dan we gaan lekker veel eten, wat maak jij? Ja. Dus de, letterlijk wel welk verhaal je in een moment of in een samenleving stopt, bepaalt wat eruit komt. Ja, dit is een super goede brug. Sorry, ervoor dat je, want we hadden het over complexiteit en het en het kunnen duiden van die complexiteit. Je zit, je zit in de journalistiek, dat is jouw vak. Dus het vertellen van verhalen, het, 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 het simpel maken, maar niet te simpel. Uh, genuanceerd maken, maar ook weer niet het, het, het daardoor ja, vlak, waardoor het ook niet meer overkomt. Hoe, hoe zie je reagerend op Peter, het vak van de journalist of de vak van de verhalenverteller, wat dat betreft? Ja, dat vak staat onder druk. Is heel erg in verandering. Uh, Komt denk ik ook vanuit een. Uh, nou is, is heel goed in staat gebleken, die journalistiek. Uh, om de macht te controleren. En een soort gezamenlijk maatschappelijk gesprek te faciliteren. Uh, in een uh, nou ja, post-industriele, post-Tweede Wereldoorlog-tijd. Ik denk dat de journalistiek heel goed is geweest uh, voor het functioneren van democratie en, en, en de rechtsstaat. En uh, uh, het, het, ook het kweken van vertrouwen in elkaar op een of andere manier. En je ziet dat eigenlijk al die taken nu een beetje wankeler beginnen te worden. Dat de kritiek erop toeneemt. Dat het wantrouwen in de samenleving ten opzichte van wat we aan het doen zijn toeneemt. En ook dat is heel complex. Hè? Daar heb ik niet zomaar één duidelijk antwoord op. Maar het zou zomaar kunnen dat dat wel iets te maken heeft met dat. De, Journalistieke gereedschapskist heel erg gericht is op die nog wat eenvoudiger wereld, waar je wel degelijk de, de realiteit in hokjes kon indelen, met, met deelredacties en met deelportefeuilles ja. uh, een heel goed beeld van de uh, wereld kon scheppen. En dat dat gewoon niet meer werkt. En dat, dat um, uh, ook de, de, de zekerheid, het zeker weten, wat soms in uh, journalistiek kan zitten als je een, een journaal-item ziet of een voorpaginaartikel. Uh, dat zekere weten leent zich niet zo voor een wereld waar we gewoon echt heel weinig nog maar zeker weten. En ja. journalistiek uh, laat zich misschien ook wat meer, wat te veel meeslepen in die wereld van uitroeptekens op sociale media. Terwijl um, een vraagteken eigenlijk de kern van ons vak. Verwondering, hmm. toch? Ja, voor, ja. En, en niet weten. Echte nee. nieuwsgierigheid naar nou, hoe zit het, hoe kijk jij er naar, wat, wat zijn de feiten hier? En, um, maar ja. dit is dus echt super ingewikkeld en ook heel erg uitdagend, want je hebt dus een wereld die alsmaar complexer uh, wordt en, en uh, waar het juist heel erg belangrijk is om die verhalen te vertellen en om, om duidelijk te maken met welke lens je naar dingen kijkt of hè, dat je ook met een ander perspectief op een andere manier naar de werkelijkheid kan kijken, waardoor het misschien wel iets is om vast te grijpen, hè, wat je vast kan grijpen. Terwijl de journalistiek beweegt juist naar simplificatie, uh, minder ja. tijd, hogere druk, uh, ja. En clickbait, gewoon ook merk je ook. Dat gewoon de, de kop moet verkopen. Soms. Ja, maar dit is natuurlijk een hele. Ja, maar misschien is het ook het, 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 uh, het hermetische ervan. Het is een beetje een moeilijk woord, maar het gesloten einde van, van ja, journalistieke vormen. Af zijn. Terwijl eigenlijk ook wat ik op LinkedIn echt wel probeer te doen, is altijd een open einde inbouwen. Altijd vragen om input van uh, lezers en volgers. Van weet jij meer? Heb jij interessante bronnen hierover? Zit ik ernaast? Vul me aan. En dat soort levende journalistieke vormen die uh, nou ja, mee veranderen met nieuwe inzichten, daar zijn we nog best wel een beetje naar op zoek, is mijn indruk. Daar, dat doen we niet zo heel goed in de krant, om maar iets te noemen. Dat zijn toch die, die afge, afgesloten stukken. Uh, ik zie het wat meer gebeuren in de, in de podcasts en de, en de nieuwsbrieven op substack en zo. Dat daar meer tijd ook om te meanderen, hè? Ja. ja. Nou, de, misschien is dat ook wel. Is gewoon ook meer tijd nemen voor die ja. complexiteit. Dat als je een hele ingewikkelde situatie hebt en, en de, de omgeving schreeuwt om een voorpagina diezelfde dag nog over dat onderwerp, dat journalisten af en toe zouden moeten zeggen. Ja, sorry. Nu niet, we weten het niet. Nee. Uh, maar dan uh, verhoud jij, je, je verhoudt je dan tot die complexiteit een soort van humble, nederige uh, uh, ja, karakterzetting. Je, 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 het niet weten, de anderen het laten aanvullen. Is dat misschien iets wat, wat zeg maar, ik noem het bedrijfsleven, politiek, dat daar misschien, ik zet nu ego en nederigheid tegenover, maar te veel ego. Ja, zo, ik, ik zie mezelf niet per se als nederig hoor. Ik, bedoel, ik, kan ook, ik heb ook mijn uh, wat minder nederige momentjes hoor. <laughs> uh, Sorry. Maar, nou ja. Um, uh, omgaan met complexiteit uh, kan je het beste met heel veel mensen tegelijk doen, samen. En uh, dus niet aannemen dat jij het weet of dat jouw organisatie het allemaal weet. Dus de, de deuren en de luiken openzetten voor uh, input, echte ideeën vanuit uh, de omgeving, vanuit, om het maar even zo te noemen, het ecosysteem. Um, ja, ik denk dat dat wel iets is wat een, een algemeen principe kan zijn in, in, in bedrijven en, en organisaties. Ja. Ik moet denken aan, uh, kijk, uh, als je het hebt over de, de pandemie, hè, corona, dan, dan, uh, dan is er best iets van reflectie geweest over de rol van de media en de journalistiek. Ja, vind je? Nou, ik zeg best iets. Er is een rapport geschenen door het Sociaal-Cultureel Plan. Ja, o, hè. En, uh, ja, wat, ja ver, wat vervolgens uh, in heel veel media behoorlijk werd afgeserveerd als bronnenwerk. Ja, ik denk dat je gelijk hebt dat er te weinig reflectie is geweest. Dus laten we dat even constateren. Maar dat is eigenlijk niet het punt wat ik wilde maken. Uh, het punt wat ik wilde maken sluit eigenlijk aan over, op jouw suggestie van hè, meer openstaan voor het niet weten. En dat meer toelaten, ook in de journalistiek en het bedrijfsleven. Maar ik kan me herinneren in het begin van de pandemie dat, dat Rutte steeds herhaalde van. Ik heb weinig informatie, maar ik moet toch besluiten nemen. Ja, hè? dus uh, en. En dat zorgde ja. niet per se voor, uh, voor een, een situatie waar mensen zich prettig bij voelden. Dus Einds. er is er ja. ook een soort. Want ja. Hij deed dit, hè? Ja, en, maar ja, er, dit en is. ik vond dat heel acceptabel. Ik ja. dacht, nou, dit begrijp ik. En je legt uit wat al je afwegingen zijn. En daarbinnen neem je een besluit waarvan jij denkt dat dat op dit moment het beste is. Ik denk dat dat moderne leiderschap is op dat punt. Hè? Ja. Op dat moment. Maar het leidde tot een hele. Uh, heel veel ruimte voor speculatie, voor onzekerheid. Voor... Of zie je dat anders? Ik vond het een zeldzaam moment van wijsheid. Ja. Het was volgens mij de eerste speech aan de natie uh, die Rutte hield in coronatijd, waarin hij iets zei van op uh, 40% van de informatie maken we 100% van ja, de beslissingen. Ja, exact. Dat was en de praktijk die ik zocht in mijn hoofd. En, maar, en, en ja. we rijden door een uh, mistige raam of met een mistig voorruit ja. of zo. En dat is het. Dat, dat... is gewoon, dat is de werkelijkheid. en, en uh, alles misschien wel. En inmiddels misschien wel. Uh, op, op, op alles. Maar dan komt het aan op vertrouwen, zodat ik je onderbreek. Maar dan ja. komt het aan op vertrouwen. Dat je dat jij het vertrouwen hebt dat de persoon die voor je staat, gegeven die uh, beperkte hoeveelheid informatie, toch voor ons allen het beste besluit neemt. Ja, ik denk dat trouwens als je de curves erbij want Er is natuurlijk heel nauwkeurig bijgehouden tijdens die pandemie. Hoe het ging met het vertrouwen in instituties ja. en, en, en het kabinet. Er zat een piekje op een gegeven moment. Ook een beetje door de crisissituatie. En dan kruipen we allemaal dicht bij elkaar natuurlijk. Uh, maar misschien dat het ook wel iets te maken heeft met die houding. Uh, van ik weet het niet. En uh, we moeten hier samen uh, in, in die mist navigeren. Ja. Dat wekte misschien wel meer vertrouwen dan wat er achteraf gebeurde. Uh, nou ja, binnen een maand was, was, was die houding ten opzichte van complexiteit eigenlijk helemaal ver te zoeken. En werd het beleid in, in zekerheden. En we gingen dansen met Jansen. Werd het en toch weer hermetischer? En, nou ja, ja. en, en, uh, en ik, het, het is begrijpelijk, het is invoelbaar dat je als leider uh, niet alleen maar open-eindes kunt. Uh, brengen. Je, je, ook, ook in die journalistiek lezers vragen ook om afgemeten producten en om, om feiten. Ja. Uh, dus dat is, dat is een spanningsveld. Maar ik denk dat je eigenlijk geen andere keuze hebt. Omdat als je uh, niet eerlijk bent over dat we eigenlijk allemaal een beetje met de mistige vooruit uh, uh, rijden, dan ga je uh, je uh, toevlucht zoeken tot valse zekerheden. En wat we. Leren in ook in complexiteit wetenschap. Wat, wat doen valse zekerheden? Die creëren vaak alleen maar meer problemen. Die, 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 de oplossing van gisteren is weer het probleem van morgen. zie hier en de opkomst van het populisme. Hè? Ik, bedoel, ja. Ja. Nee, ja, dus ik denk is, dat dat wel iets met elkaar te maken heeft. Ja. Dat dat oplossingsdenken in quick fixes bijna altijd op het verkeerde niveau van oplossingen zit. Uh, en dat het altijd miskent welke bijeffecten iets heeft om die pandemie erbij te pakken. Ja, ja. Heb je zelf een voorbeeld? Ja, ik, ik, zat even hard om, ik zat even na te denken over voorbeelden, want het wordt wat abstract inderdaad. Um, nou ja, alleen al uh, een lockdown uh, werkt uitstekend om een ergertal naar nou, beneden te krijgen waarschijnlijk. Maar bijeffecten op uh, psychische gezondheid van jongeren, op uh, maatschappelijk vertrouwen, op dat soort zaken. Ik weet niet wat, de goede wat het goede antwoord was geweest voor deze super ingewikkelde situatie. Maar je ziet daar dat uh, als beleidsmakers te hard op één... Punt in die complexiteit drukken, dan komen er op vijf verschillende plekken nieuwe problemen tevoorschijn. En uh, dat is een uh, fact of life, eigenlijk, hè? Ja, en, ja. En, en we moeten daar wel voor waken. En uh, hoe, hoe complexer de problemen zijn, hoe uh, harder de neiging wordt om hard te drukken op die problemen. En misschien moeten we even stoppen met drukken en die quick fixes uh, echt, echt proberen achter ons te laten. Want dat daar zit de tijd niet meer voor. Oké, okay, en dan nog een complexiteit bovenop te gooien, als het om de, om de journalistiek gaat, is natuurlijk ook wel toch de rol van AI. We, komen, we kunnen er niet mm, omheen, ook ja. in dit gesprek niet, denk ja, ik. Ja. Uh, en, het, en het gegeven dat, uh, ja, dat, dat de integriteit van onze informatie zo zou het kunnen zeggen, ja, die lijkt steeds verder te zoeken. Of die, 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 die staat onder druk. Laat ik het dan even voorzichtig formuleren. Dus, dus het hebben van een gemeenschappelijk idee van de waarheid. of het uh, hè, van wat zijn de feiten waar we allemaal van zeggen. dat zijn wel zo'n beetje de feiten. is steeds moeilijker, wordt steeds moeilijker. We hebben eens zien dat je yet, denk ik. Dus, dat zou, zou maar kunnen, ja. Ja, dus we willen hier niet een Doem Doom podcast van maken, maar. Ik, als ik het bij elkaar optel, dus we hebben een, een complexe wereld met complexe problemen. Uh, we hebben de neiging om ze te willen uh, plat slaan. We hebben ja. weinig vertrouwen in de mensen die voor ons de oplossingen uh, moeten zoeken. En we hebben ook nog eens een keer heel veel moeite met, uh, met vaststellen wat dan eigenlijk feitelijk waar is en welke lens het beste is om toe te passen op de. Ja, nou, zet hem op, zou ik zeggen. Ja, nee, maar nee. Dit, is, dit is natuurlijk de puzzel van nu. Waar, ja. waar niemand één afgemeten oplossing nee. uh, voor heeft. Maar ik had laatst een, een mooi gesprek met Nora Bateson. Een uh, hele interessante complexiteitsonderzoeker, maar ook kunstenaar. heeft net een prachtig boek geschreven, Combining. En zij, wat, wat zij uh, zegt, vind ik wel heel boeiend hierover. Um, in plaats van je richten op uh, de afgebakende oplossingen of de individuele problemen, Denk in relaties. En dat, dat, dat klinkt misschien een beetje tuttig, maar in die complexiteit kun je het echt alleen maar samen doen. En draait het bovendien om die relaties, om die interacties. Dus richt je op het er samen uit proberen te komen. En uh, ik vind dat een hele hoopvolle boodschap, omdat dat ook een uh, die. Uh, die kanteling van het perspectief is heel makkelijk aan te brengen. Je kunt stoppen met proberen te zoeken naar makkelijke oplossingen en uh, praten met elkaar. En, zou je dat uh, ook toepassen in de journalistiek? Of te willen toepassen in de journalistiek? En hoe zou je dat dan doen? Doe je het al? Probeer dat wel een beetje te doen op LinkedIn ja. door echt wel in gesprek te gaan. Ook met mensen die boos reageren op posts. Uh, uh. Ik ga in gesprek met mensen die uh, ook mij bekritiseren. En eigenlijk levert dat verrassend vaak best goede gesprekken op en... Uh, Kun je het soms over dingen oneens blijven, maar begrijp je iets meer van het perspectief van de ander? Ja. Dan moet ik wel zeggen dat dat wel werkt op LinkedIn en niet op Twitter. Nee. Twitter is één grote gifbak geworden waar het alleen maar draait om een soort je, je van. Je hebt nog Twitter, dus ja. Ja, ik zie nou, soms, en dan ja. uh, ik hoorde hier Boris ook al zeggen dat het een soort uh, uh, ramptoerisme bijna is, maar dat is het. En ja. het is heel ernstig ramptoerisme, omdat het, denk ik, wel. Een echt effect heeft op de samenleving. En het daar juist niet draait om naar elkaar luisteren en de relatie, maar vooral om de, de uitroeptekens in plaats van de vraagtekens. Uh, en ik probeer op, op LinkedIn wel. Nou ja, ook uh, als je het hebt over reflectie, over zoiets ingewikkeld als corona. En dat gebrek aan reflectie van media, ik heb me daar echt aan gestoord. En ik merk dat, dat ik probeer dat te doen, gewoon door met mensen die ook mij bekritiseren of NRC bekritiseren, gewoon in gesprek te gaan. Ja. Niet om uit te leggen wat, wat zij verkeerd zien volgens mij, maar gewoon om te luisteren. Van wat, wat vind je eigenlijk van wat wij verkeerd hebben gedaan? Ja, sorry. Maar dat is natuurlijk het ingewikkelde van. Uh, uh, Kwetsbaar zijn over ref, reflecteren op je eigen vak in de journalistiek, omdat het op dit moment ook een manier is om, om ja. je te disqualificeren, natuurlijk. Voor een grote groep mensen, ja. Of voor een groep mensen die vindt dat de journalistiek niet functioneert, dus dat, dat is ingewikkeld. Maar goed, ander onderwerp daar komen we nog eens over te spreken, misschien. Peter, nou, nou even terug naar het onderwerp wat, wat ja. ik net hoorde. Dank je wel dat, denk dat ik... jij het gesprek ja, ja. Ja, ja. goed leidt. Voor ja, mij. Ja, dank voor deze moderatie, Marta. Nee. Ja. want samenwerken en en samen dat horen we natuurlijk. Eeuwen misschien al, hè? dat staat ook in veel boeken gegeven, moeten samen doen. Ik denk te zien dat we heel veel samenwerken met een soort van the usual suspects. Uh, hè? Dus de, de, de wooncrisis lossen we op met nou, het ministerie, uh, hmm. wooncoöperaties ja, en, en vastgoed. Ja. Maar de ANWB zit niet aan tafel. Uh, of uh, de, de libellenlezers of uh, uh, alle groenteboeren. Ja. En dat, waarom zouden ze ook? Want ze hebben daar geen kennis van, geen belang in. En wat ik ja, denk te zien is dat we heel veel met stakeholders en shareholders uh, aan tafel zitten. Dus mensen die, die er op geld in zitten of op een belang. Maar de echte mensen die, die er recht op hebben, die, ja, die hebben ja. geen, geen stem. Of, in ieder geval, of worden vertegenwoordigd door iemand die weer een belang heeft om. Nou, waar, waar ik wel hoop uitput is dat je daar inmiddels ook echt een alternatief voor ziet ontstaan. Dat, dat, um, en dat raakt ook wel aan hoe je nou goed omgaat samen met complexiteit. Um, Kijk naar de hele beweging van onderaf van burgerinitiatieven, Commons, uh, wijkinitiatieven, buurtclubs. Uh, ik was Steward laatst in. Steward ownership. Ja dat, soort, ja, dat soort ontwikkelingen. Ik was laatst in Reduzum in Friesland. Een dorp waar 90% lid is van de dorpsvereniging. Ja. Dwarpsbelang. Min, uh, uh, ja, 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 precies, de gemeenschap staat daarvoor op, net zoals in het oosten van het land, dat weet jij ook. Hun, precies. <laughs> Maar dat wordt toch weer een beetje hip. Het staat in verschillende partijprogramma's. En het wordt gebruikt als in ieder geval organiserend principe rondom... Uh, nou ja, bijvoorbeeld in dat Reduzum uh, waar ik was. Daar uh, vergroenen de bewoners zelf hun dorp. Daar uh, regelen de bewoners zelf een windmolen. Daar regelen de bewoners zelf elektrische deelauto's. En dat voor mij maakt dat het heel tastbaar hoe je wel Samen kunt omgaan met die complexiteit en, en uh, ook gewoon de oplossingen kunt uitvoeren die nodig zijn op dit moment, zonder daar, dat je daar per se uh, dat die vastlopende instituties, waar al die stakeholders elkaar vasthouden. Ja, schaal is ook heel erg een element in deze hele discussie. Dus de schaal waarop de dingen de Menselijke maat, eigenlijk waarop de dingen nog overzichtelijk zijn, waarop je er zelf controle over uit kan, uh, op uit ja. kan oefenen, waarbij je invloed hebt. Uh, ja, misschien wel helemaal terug naar de basis van de democratie, waar je op een dorpsplein wijs spring met elkaar in discussie gaat over wat goed is. Ja, het is misschien even heel uh, ideologisch, dat ik nu zeg, maar het nou, is, het is, het is maar... wel die schaal is erg essentieel, denk ik. Zeker ja. en, en je ziet dat tegelijkertijd botsen, hè? Want uh, nou ja, die hele beweging rondom commons en regionalisering en uh, die, die duurzaamheidsbeweging van onderaf. Dat is heel mooi. Maar de uitdagingen waar we voor staan, die komen ook van bovenaf. Die zijn enorm groot. Klimaatverandering los je niet op in Reducem, Nee, Dat moet op grote schaal. Uh, AI-regulering gaan ze in redum ook niet voor in rekening nee. nemen. Dus er zit een spanningsveld tussen dat, dat, dat vertrouwen in die bottom-up beweging in het omgaan met complexiteit. En de grote uitdagingen waar we nu voor staan. En nou ja, ik, ik vind wat Jan Rotmans, een bekende transitiehoogleraar hierover zegt, interessant. Uh, die probeert ook dat die tegenstelling tussen bottom-up en top-down wat uh, te verzachten. Het kan ook samen. Je kunt misschien ook, en dat, dat vergt wel echt andere manieren van organiseren en nadenken. Maar je kunt. Uh, door mensen zelf in lokale gemeenschappen het vertrouwen te geven... dat ze die complexiteit wel aankunnen... en dat ze de goede oplossingen ervoor verzinnen. En tegelijkertijd een richting geven... vanuit nationale, supranationale, internationale uh, verbanden. En hier zou je ook, sorry Peter, ik, uh, <laughs> daar ga ik weer. Maar dan zou je ook, uh, daar is ook een rol voor de journalistiek weggelegd, denk ik. Want uh, je kunt... Behalve dat je dus hermetische stukken met een oplossing uh, schrijft. en Natuurlijk wordt er veel meer gedaan dan dat. Maar kan je ook zeggen, we willen het debat faciliteren. Ja. We willen zorgen dat er een goed besluit komt. En dat doen we. Uh, hey, in, van oorsprong doet de journalistiek dat door... Hey, de, we denken van, we informeren mensen goed... en dan worden er goede besluiten genomen. Ja. Maar misschien moet je wel het debat faciliteren. En zorgen exact. dat mensen goed geïnformeerd het debat ingaan. Ja. We hebben daarmee geëxperimenteerd in Enschede, in de stad. Een, een soort debat uh, rondom uh, windmolens uh, georganiseerd. En dat klinkt heel bazaal, maar... Gewoon zorgen dat het gesprek erover plaatsvindt. Dat, dat, ja. dat de gemeente samen met. De burgers komt tot van dit zijn de scenario's. En wat een mooi initiatief. Ja, want ik vind dat het echt heel belangrijk dat de journalistiek, inderdaad, juist in die complexiteit meer de rol van gespreksleider, maatschappelijke ja, dat, facilitator. Ik denk ook dat het heel belangrijk is. En ja. dan, dan ga je ook niet op een standpunt staan. Of je maakt het ook niet simpel. Je, je verkent samen ja. met de samenleving, dit, zijn al, de, dit is het vraagstuk wat er ligt. Dit is de complexiteit. Nou, gezien al deze factoren die we allemaal met elkaar bespreken en bekijken, ja. wat zou dan de beste oplossing zijn voor deze stad? ja En, ja. en wat waren jullie ervaringen daar? Ja, heel positief, want uiteindelijk uh, uh, ontstaat er gewoon betrokkenheid, er is een gedragen besluit, uh, je, je, je verkent het gezamenlijk, het is niet een, een, een proces achter de gesloten deuren, maar een open proces. We hebben het op een aantal thema's gedaan, ook ja heel anders uh, grondwaterproblematiek, uh, mensen met volgelopen kelders, ja, is, dat, is dat een individueel probleem? Ja, wettelijk wel, maar als heel veel mensen er last van hebben, wordt ja. het een gezamenlijk probleem. Ja. Wat kunnen we daaraan doen? Kunnen we dat met elkaar verkennen? Kunnen we oplossen? Nou, dat heeft ja. ook geleid tot informatiepunten, allerlei regelingen, et cetera, dus ik denk zelf dat uh, om het vertrouwen weer te herstellen, want we geloven toch in de democratie, zou je kunnen. Anders moet je niet in de, in de Zeker, journalistiek. Ben, ja. Kun je daar dan niet een uh, rol in spelen die faciliterender is dan, dan alleen op beschrijven of analyseren? Nee, ook echt faciliteren van ja, het. Ja, ik denk dat de rol van journalistiek ook niet alleen maar meer beschrijven en analyseren is, maar dat het ook wel vaak is vanuit een wereldbeeld dat we de macht moeten controleren, wat ook een heel, een hele belangrijke kerntaak is. Maar dat dat ook de blik meebrengt. Wat gaat er fout? Ja. Er zal hier wel iets niet deugen. Ja. Uh, wie heeft hier uit, met, met zijn hand in de kast gezeten? We, we zijn, dat is vaak de journalistieke bril die mensen opzetten als, als journalisten op pad gaan. Terwijl... Het moet ook, uh, hè? Het moet ook. Zeker. Het, ja. En dat is, dat is wel een belangrijk punt. Ja. Ja. Het, is, het is vaak en-en. Maar ik, ik vind wel dat de, de andere blik... De hoopvolle blik, om het even zo te noemen, van wat gaat eigenlijk goed? Wat, wat kunnen we versterken? Ja. Uh, waar zit de verbinding? Waar zit de, de, de richting waar het uit moet? Uh, die verdient wel iets meer aandacht dan die nu krijgt, vind ik. Een constructievere lijn en dan, ja. ja Ik kan me herinneren we ooit een keertje in het uien, uien pellen van wat is een krant? Wat is een journalistiek middel? Ja. Uh, dat je als je doorgaat en doorgaat en doorgaat, is het uh, sociale zuurstof en, en relaties. Ja. Uh, dus dat is een goede reden. Ja, een netwerk zou ik ook zeggen. Een, 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 een goede krant is een netwerk wat, wat uh, elkaar versterkt. Het, wij, wij doen natuurlijk dingen voor onze lezers om dingen uit te vinden. En als het goed is, leveren we die lezer ook wat... waar ze ook iets mee kunnen. Uh, ja, en, en, en ja, de, ook daarin... Ja, maar als in hoop of richting of... Uh, uh, nou. Ja, maar goed, ik ben, dat is een open vraag hoor. Maar uh, als jij de krant open slaat, wat is dan het gevoel wat bij jou opkomt? Is dat de hoop? Niet altijd. Hangt er vanaf of je Tubantia leest of niet. <laughs> nee, 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 maar dit is wel precies de nee. vraag uh, die ik ook stelde toen ik begon daar. Het is alweer tien jaar geleden. Maar van wil je, wil je dat als mensen de krant uit hebben, dat ze achteroverleunen in een totale... Ja, hoe zeg je dat? Hopeloosheid? Of wil je dat ze denken van oké, okay, ik weet niet wat de rand is, maar er is, er is ook iets van uh, perspectief. Ja. En dat laatste, dat zou je ambitie moeten zijn, denk ik. Ja. ja, nou dat ben ik helemaal met je eens. Ja, moeten wij samen iets oprichten. <laughs> ja, leuk. <laughs> ja. Bij deze. Ja, ja. 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 Um, ja, hier is nog zoveel meer over te zeggen. Uh, en nou ben ik een totale sukker voor regionale journalistiek. Maar dat is, bij uitstek zijn dat uh, titels, platformen ja. waar je dit soort uh, experimenten ja. kan doen. En waar de verbinding en de schaal, zeg maar allemaal, zich er heel goed voor leent. Om, ja. uh, om uh, complexe zaken aan te pakken met elkaar. Maar goed, dat is uh, echt een ander gesprek. Um, wat we ook altijd doen, is, uh, is onze gasten een aantal dilemma's voorleggen. Ja, lekker dan. En die hadden we voorbereid. Maar ik, ik denk dat ik eigenlijk zelf het antwoord wel kan geven op de meeste dilemma's naar aanleiding van het gesprek. Want de eerste vraag was bijvoorbeeld: wetenschap of journalistiek? Journalistiek. Ja, toch wel, want je ziet wetenschap als een lens. Ja, en ik ben geen wetenschapper, maar een journalist. En ik, ik zit dus veel meer op die eerste lijn. En uh, ben ook minder grondig en doe er minder lang over. En uh, moet dus misschien wel nog meer dan wetenschappers altijd dat vraagteken blijven inbouwen. Ja, helder. Natuur of technologie? Heb je eigenlijk ook al beantwoord. Ah, nou, maar dit... Ik, uh, natuur. Toch wel. Ja. Ik denk dat, uh, uh, maar ik denk dat het ook een valse tegenstelling kan zijn. Ik denk dat technologie nu heel vaak wordt gebruikt... om die houding van de mens buiten en boven de natuur te versterken. Om de extractie uh, van natuurlijke hulpbronnen te op, daar een turbo op te zetten... En dat kan ook echt anders. Je kunt technologie ook symbiotisch gebruiken. Je kunt natuur en techniek samen laten gaan. Een voorbeeld. Want ik laatst las, heel mooi onderzoek naar een soort Google Translate voor dieren. Ja. Zodat je AI gebruikt om Walvistaal uh, te leren begrijpen. Of dat je uh, een ander voorbeeld, Internet of Nature, uh, van Nadina Galle, een Nederlandse onderzoeker. Die probeert in steden in kaart te brengen hoe die uh, bomen met elkaar communiceren. Ook via die myceliumnetwerken. En hoe kan je dat versterken? Daar kunnen data, kunstmatige intelligentie, misschien zelfs ook satellietbeelden van hoe het gaat met bomen. Kunnen elkaar versterken in plaats van dat het elkaar uitsluit. En... Ja, ik heb op Oerol, ik weet niet welke kunstenaar het was, maar daar hadden ze de bomen daadwerkelijk de microfoons op uh, geplakt. Oh, wow. En, en die, die hoorden ze echt serieus. Wat, wat? En wat zeiden ze? Nou, nou ja, de, zo, hoe ze op elkaar reageren, dat was dus, uh, echt uh, merkbaar. Dus als oh, de ja? ene begon te wapperen, uh, zeg maar door de wind, of er uh, komt iemand aan of die klopt op de boom, dan, dan voelde je door de grond, voel je op de andere plek voelde je het. Uh, ja, letterlijk, je voelt. Ja. Enige... Ja, ik weet dat Acacia bomen elkaar kunnen waarschuwen als er een giraf aan de een knabbelt. Dan stuurt één Acacia boom stuurt naar de andere een chemisch waarschuwingstofje een stofje van. Ja, zinnig. Ja. we ook word nog bitter, wordt bitter, want er komt de giraf aan. Ja. Ja, heel goed. Uh, ja, het is ook een valse tegenstelling. Dat ben ik wel met je eens. Maar ik kan me voorstellen dat uh, je zou er zijn. Je kunt denken van nou, de natuur is gewoon, daar liggen de oplossing voor de toekomst. Of het is de technologie, maar het is natuurlijk eigenlijk de samenwerking van beide. Ja, dat zou ja. ik zeggen. Ja. Maar nu, ik, ik kom uit. Ik was echt een techjournalist, uh, zat uh, nou ja, bij de wereld door de blockchain uit te leggen. Uh, en dat is voor mijn gevoel wel een soort van vorig werkend bestaan. En nu uh, fascineert die natuur me meer. Omdat dat toch meer een bron is van echt diepe verwondering. Ook omdat eigenlijk de intelligentie die in, in die natuur blijkt te zitten, toch ook wel. Uh, echt wat mooier in elkaar zit dan de kunstmatige intelligentie. Het is allemaal al een keer bedacht, ja, ja bijna wel. Ja. Ja. Um, sociale media voor je kinderen aan of uit? Je hebt kinderen? Ja, zijn nog relatief jong, misschien. Die zitten er nog lang niet op. Die zijn bijna twee en bijna vier. Maar je en moet er ook na gaan denken. Dit is het opvoeddilemma. Ja. Voor iedereen. Ik zou nu zeggen uit. In ieder geval tot hun dertiende, en e Ik denk dat je dat we echt gaan terugkijken op de, zeker op scholen. Wat nu, waar, wat, dat tijdperk komt nu ten einde. Maar dat we daar zo massaal die schermen in klasse. alomtegenwoordig uh, aan hebben laten staan. Nou, dat is echt een vergissing geweest. En waarom? Omdat uit alle. alle onderzoeken naar uh, smartphones. en de invloed van digitale technologie. springt er één ding uit: aandacht. Concentratieboog. Uh, die is gewoon. Uh, een uh, een Britse schrijver noemt uh, Johan Hari die noemt uh, smartphones weapons of mass destruction. Ja. Dat is het. Dat zijn ze echt. En uh, andere onderzoeken over mentale gezondheid onder vooral uh, tienermeiden. De link met smartphones en sociale media is zo duidelijk, zo evident. En ja, we, we hebben een industrie, een hele generatie en onszelf verslaafd laten we. Blijven. Uh, ja, ik las, uh, ik las laatst een, uh, een column van een, uh, ik, ik ben haar naam even kwijt, maar het was een columniste van The Guardian en die schreef een, die schreef een uh, pleidooi of die, ze schreef eigenlijk een soort van uh, situatie waarin er een partij opstond, een politieke partij met maar één deel uh, doel, een one-issue-party en dat is social media uitzetten. We kappen er gewoon mee, als hele wereld. En we <laughs> organiseren één dag, die heet de Switch It Off Day. Ja. En dat is het moment dat we allemaal uh, zeggen, het is ja. geweest. En toen vroeg ze, zich van, ja, ik heb mijn relatie dieren kennen via uh, socials. Ik mijn werk, ben alle, dus ik ben het allemaal heel dankbaar. Maar het maakt meer kapot. We hebben zoveel problemen op de wereld door die socials. Het moet uit. En als die partij er morgen komt, dan zou ik erop stemmen. Ja. Zou jij dat ook doen? Nee. Vind, dat vind ik dus een quick fix. Ja, ja, oké. Okay. Uh, en, en een quick fix met allerlei neveneffecten die je nu nog niet eens kunt overzien. Nee. Uh, ook omdat ik... Uh, nou ja, ik, ben, ik blijf ook nog ergens uh, toch een beetje die, die tech-optimist. Die, die, uh, een Elon Musk die in uh, X toch potentie zit om een soort hive mind uh, van de wereld te worden. Waar je in real time uh, alle zielengoerselen van, van de mensheid uh, samen kunt brengen. En ik zie het ook gebeuren bijvoorbeeld op LinkedIn. Dat daar echt hele nuttige, goede, opbouwende, cons constructieve gesprekken ontstaan. Is ook echt een ander medium dan Twitter, natuurlijk. Dus ja. het hangt ervan af hoe je het gebruikt. Ja, en nou een nieuw en, medium. en, en uh, zoals met zoveel in het leven hangt het ook heel erg af van zelfbegrenzing. En uh, nou ja, ik zou mijn kinderen toewensen dat ze dat leren: dat, ja, dat, dat ze er dus wel niet. mee leren omgaan, maar dat ze zichzelf ermee leren begrenzen. En uh, dat is enorm ingewikkeld. Ten opzichte van een industrie die letterlijk trucs uit gokkasten en uh, uit de tabaksindustrie haalt om mensen zo verslaafd mogelijk te maken. Ik heb wel een interview gedaan met iemand die. Dat, is ook dat was ooit een uitvinding: de endless scroll. Dus dat je gewoon eindeloos kunt doorscrollen. V Vroeger hielden gewoon websites op. Maar de gast ja. die dat heeft uitgevonden, de endless scroll, die zei op een conferentie waar ik was: we hebben digitale cocaïne daarmee uitgevonden. Want daarmee kunnen we allerlei verslavende elementen blijven toevoegen en blijven mensen de hele tijd terugkomen voor een volgende shotje. En, Um, ik ja, ben ook de eigenaar geweest van de domeinnaam de Exit Page. Want iedereen wil altijd de homepage hebben. Er <laughs> ja, moet, moet eigenlijk een soort einde aankomen. Ja. En dan, wat is dan je ja. takeaway van, nou, van je bezoek? Dank je wel. Dat doe je in een restaurant ook. En dan uh, ik zie je graag nog een keer. Maar er zijn weinig nou, staties. Je hebt navolging gekregen. Volgens mij bij zelfs de New York Times heeft nu gewoon... Wij, misschien doen wij het zelf ook wel. Maar New York Times staat heel expliciet als je doorscrollt naar het einde van You Finished. Ja, Gaan je... nu maar weer iets om. Ja, ja, je 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 ja, ja. Maar dat is ook het idee van een krant, natuurlijk. Dat dat betekent. Het dat, geeft ook een gevoel ja, van controle ja. en dat hermetische, wat we natuurlijk eigenlijk ook weer niet willen. Dus het is, uh, Nog ik. één ding over social media. Ik, ik denk, je zei dat alle onderzoeken wijs uit. Maar ik kan me ook herinneren dat er een onderzoek is geweest naar uh, wat TikTok doet in Europa, Amerika en uh, China. En dat uh, met name meiden inderdaad willen of actrice worden of, of influencer. Zeg maar staat uh, nummer 1, ja. 2, 3. Zeg maar dat soort mm -hmm. gelijk groepen uh, uh, in China. Uh, astronaut en ingenieur. Ah. Dus de, de content uh, wordt daar iets meer geregisseerd. Ja. En dat maakt uh, een andere mindset. Even los ja. van, uh, van de constatie en uh, de distraction. Um, ja. China is heel complex onderwerp ook. Um, ik weet, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hiervan van vind, omdat uh, volgens mij is de neiging om heel erg te denken over China, dat het altijd heel erg top-down is en dat daar mensen klaar worden gedrild voor uh, ingenieur en astronaut worden, terwijl dat dan ook een hele ingewikkelde samenleving is met allerlei nuances en grijze tinten. Maar ik zou ter, dat, dat gezegd hebben, daar zou ik echt niet een overheid willen die uh, bepaalt wat wel en niet op socials uh, zichtbaar is. Wat nog wel interessant is trouwens in dit kader... is het boek De Dopamine Nation van Anna Lemke. Dat gaat helemaal hier over hoe onze hele natie beïnvloed wordt... door dopamine. De snelle hitjes. Ja, en, ja, ja. En, uh... Interessant boek. Um, ja, deze uh, podcast heet natuurlijk Nieuwe Comfort Zones. Dus daar moeten we het ook echt even over hebben. Want de veronderstelling is... en dat is de veronderstelling die Peter uh, ja, bedacht... toen we deze podcast bedachten, is van... Er komt vooruitgang op het moment dat je buiten je eigen comfortzone gaat. Dus juist niet teruggaat naar die routine van die drie zenders als je te veel keuze hebt, maar dat je juist eruit stapt ja. en, uh, en verder kijkt. Dus dat vinden we ook interessant om van jou te horen. Of je dat herkent, A en B. Um, ja, Wat was de laatste keer dat jij uit je comfortzone stapte? Nou, de laatste echt concrete keer was tijdens mijn sabbatical. Ik heb, uh, vorig jaar juni zijn we, hebben we ons huis verkocht. Zijn we met mijn jonge gezin. Met toen twee kindjes van een half en uh, tweeënhalf. Zo. Zijn we in een camper gestapt. zit ook wel een romanticus in jou, geloof ik, hè? Jawel, zeker, <laughs> zeker, zeker. Maar ook de harde realiteit botst dan ook daar altijd wel weer mee. <laughs> ook tijdens die reis trouwens. Maar we zijn uh, zonder plan zijn we vertrokken. Om vooral zoveel mogelijk van de Europese natuur te zien. Uh, echt even trossen los te doen. Eh... Uh, omdat ik zelf een beetje zoekende was naar wat, wat, hoe vul ik mijn rol als journalist nou in? Wil ik bij NRC blijven werken? Wil ik wel in Nederland blijven wonen? Uh, het ouderschap, ook zo'n ding. Ja, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Wist ik niet. Dat weet ik nog steeds niet echt. Maar, um, en uh, ja, het romantische idee van zo'n sabbatical is eigenlijk helemaal niet zo uitgekomen. In ieder geval uh, meer, de, meer een deel van de tijd niet. Het was merendeel van de tijd best wel oncomfortabel om buiten die comfortzone te zijn om helemaal los te zijn. En ja. ook, Wat nou vond ja, je oncomfortabel dan? Nou, ten eerste neem je waar je ook heen gaat, neem je altijd jezelf mee. Uh, en dat is niet alleen maar Disneyland. Dus de, de, de dingen waar je, waar je van denkt te ontsnappen door zo'n uh, trip die neem je gewoon mee. Ja. Um, het is ook. Ik, het was ook een confrontatie met soort van mijn eigen illusie dat je soort van het systeem even kon verlaten. Uh. Je, je, ja, je kan er nooit helemaal uit. En. Wat bedoel je met het systeem? Gewoon werken, gewoon de red race of? Ja, hoe je dan? Een beetje de machine ja. waar je soms in kan voelen, waar het gevoel in kan uh, het gevoel kan hebben dat je daarin zit. En je kon uh, daar niet aan ontsnappen. Ook niet als je in een camper door. Nee, en sterker nog, ik merkte dat ik op het moment dat ik er zoveel mogelijk vandaan ging. En dus echt even uh, de trossen los deed, en banden probeerde een beetje uh, af te snijden. Dat, hoe erg ik dat ging missen. Hoe erg ik uh, mijn werk uh, ging missen. Onderdeel zijn van een uh, club slimme mensen die samen iets leuks doet. Maar ook gewoon heel praktisch uh, uh, een gezin. Dat, dat werkt, dat functioneert echt een stuk minder goed als je helemaal afgesloten in een bubbeltje in een camper zit. dan als je een heel warm netwerk om je heen hebt waar je op kunt terugvallen en uh, uh, een warm contact mee uh, hebt. Dus um, ja, voor mij was die. Het was, het was een hele fijne, nuttige, leerzame reis. Maar het was ook heel confronterend uh, bij vragen over hoe je helemaal niet een systeem kunt verlaten. Uh, hoe. Uh, uh, ja. Maar je kunt, ook, je kunt ook zeggen dat je bevestigd werd in het feit dat je misschien een aantal, een aantal hele goede keuzes had gemaakt. Ja, maar ik heb ook nog wel wat veranderingen in gang gezet na die sabbatical. Dat accent op de natuur bijvoorbeeld. Oh ja. Dat kwam ook wel voor. Ik was natuurlijk nieuwsgierig naar die natuur, daarom gingen we er naartoe. Maar ook de confrontatie met de staat van die natuur op sommige plekken in Europa. Uh, het was een van die zomers waar het uh, constant 40 graden was in uh, Midden- en Zuid-Europa. We moesten de Alpen. Dan moesten we gewoon inblijven omdat het er omheen te heet was. In die Alpen waren gletsjers met een recordtempo aan het smelten. Uh, toen we de Alpen uitreden waren er stukken van Frankrijk waar geen water uit de kraan kwam. Uh, zijn we twee keer uh, uh, zijn we geëvacueerd vanwege bosbranden. Uh, de staat van die natuur door die klimaatverandering, dat dringt dat, dat toch anders binnen als je er middenin zit. Dus uh, dat heb ik ook wel aan meegenomen en daardoor heb ik die, dat onderwerp van die natuur nog wel... Hoger op de to-do list gezet. En, en het belang van rust inbouwen en samen met het gezin zijn. En uh, we hebben na onze uh, Sebette bijvoorbeeld echt afgesproken. een uh, van de weekenddagen is puur gezinstijd. Is ja. een soort sabbat. Is, is ja. een dag waar je probeert zoveel mogelijk schermen uit te zetten. met elkaar. Bent en geen andere afspraken. De mens dan, functioneert dan goed bij met, met, uh, met uh, toch wel wat hermetische geplande afspraken begrijp ik. Uh, hieruit. <laughs> nou rituelen. Ja, en, rituelen. En, ja. en, en er ja. zit misschien wel wijsheid ook, dat, vandaar die die dat woord sabbat en blauw sabbatical komt er natuurlijk ook vandaan. Even even rust, even stoppen met dingen. Dat, uh, uh, dat daar vraagt deze tijd misschien ook wel om, om gewoon even te stoppen. Even te stoppen met die quick fixes, te stoppen met het makkelijke oplossingsdenken. Stapje terug te nemen. Mooie boodschap. Nou ja, ja hij sluit. Ik vind twee dingen. Ik la, er zijn soms de tussenzinnetjes waar je voor mij hele belangrijke dingen zegt. Je zegt de natuur staat op je to-do list. Nou, dat is iets anders. <laughs> Daar wil ik over schrijven. Maar ik, 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 we hebben een gesprek gevoerd een beetje ja. eerder over. Uh, nou, je hebt de Denken des Vaderland. Maar hoe fijn zou het zijn dat een soort van grote club is van doeners des Vaderland? Ja. Uh, die, 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 nou, dat kan in hele kleine kringen zijn of, of bezig in een laboratorium. Maar ja. doe dingen in plaats van uh, zou ik wel willen. En wat je zegt, die, die, dat, dat, even dat rustmoment. Uh, we organiseren elk jaar de Dutch Innovation Days. Uh, dat doen we met een ja-thema. Het ja-thema van dit jaar is transmission, schakelen. En ja, misschien moet ja, hij op sommige terugschakelen. Terug, of even in een vrij, eens neutraal. Ja. Of, of op sommige plekken in een zes. Als hij uh, zeg maar erin ziet, in zit. Wat zijn, wat, als ik die drie vragen stel. Wat, wat moet in neutraal, wat moet in achteruit en wat oh, moet uh, vol ja. gas? vind ik een hele moeilijke vraag. Weet, heb, heb ik even niet zo paraat, maar ik, ik kan me bij heel veel van de moeilijke vraagstukken van nu is even uh, in zijn neutraal, even uh, letterlijk terugschakelen, afstand nemen, even beschouwen waar zijn we nou mee bezig en waar komt dit vastlopen nou door? In plaats van dat je door blijft gaan in die, uh, die gewoontes en die patronen van dingen snel willen oplossen, Ik denk dat voor bijna alles de zesde versnelling niet zo goed is. En uh, even terugschakelen, dichter bij de oplossing komt. Fijn, dank je. Mooi, ja. dank je wel. Uh, we gaan afronden en de laatste vraag die we altijd stellen is... Uh, wie zijn je inspiratiebronnen? We hebben er al een aantal voorbij horen komen: Philip Blom, de onderwerping, Nora Beetsen. Deze, ja, ja. ja. Uh, Combining, Denk in Relaties, uh, Jan ja. Robmans, de the the Scroll, die ik ook in uh, ja. Ik <laughs> heb een paar dingen opgeschreven. Ja. Ik dacht, die ga ik zelf, uh, die zijn voor de show. notes. Ja. maar uh, zijn er, heb je het gevoel van: uh, dit absoluut moet je hier naar kijken of dit zijn boeken die je moet lezen of dit zijn sites die je moet volgen, Of dit zijn mensen die je moet volgen één uh, die er voor mij echt met kop en schouders boven uitspringt, is de Lex Friedman Podcast. Ik weet niet of jullie die kennen. Ik ken hem niet. Uh, Lex Friedman is een eigenlijk van oorsprong uh, kunstmatige intelligentie onderzoeker, volgens mij aan MIT. En die heeft de afgelopen vijf, zes jaar uh, een podcast opgebouwd. waarin hij echt puur op zijn eigen nieuwsgierigheid en verwondering en openheid. Alle groten der aarde aan, de, aan zijn uh, microfoon krijgt. Uh, van baanbrekende kwantumnatuurkundigen. tot uh, Elon Musk. tot uh, laatst nog met Jeff Bezos. maar ook soms met mensen die hele gave dingen doen in de natuur en over uh, religie. Het is een heel breed palet. Maar wat ik er fascinerend aan vind. is dat het allemaal toppers zijn. Echt wereldniveau uh, in die podcast. En vooral zijn blik en zijn. Open houding, waardoor die mensen echt uh, interessante dingen vertellen. En uh, ik, ik zie hem echt als een. Nou ja, hij heeft ook allemaal valkuilen en zo. Maar zijn houding van, vanuit verbinding en verwondering, uh, die grote vragen durven te stellen. Ik denk dat we dat veel meer zouden moeten doen. En het is een heerlijke podcast om naar te luisteren. Soms duren afleveringen wel drie uur, die zit ik ook niet allemaal even uit hoor. Maar uh, dat is echt een tip. Oké, okay, ja, dankjewel. Fijn. Ik vond het een geweldig gesprek eerlijk gezegd. Ja, uh, ik hang aan je lippen. Ja, ik dus ook. Daar ja, een, ja. een reeks van maken. Gewoon uh, ja. om de twee weken met Wouter. Met anderen en met Wouter. Ja, <laughs> ja. ja. nee, nee Wouter. Echt fantastisch wat je doet. Ik denk dat je in ieder geval in mijn hoofd en in, in mijn bubbel waarin ik leef. Uh, de, de mensen om mij heen, die, die worden echt wel geraakt door uh, de schoonheid van, uh, van de verhalen die je brengt. Ook heel vaak. Gewoon de, de kwetsbaarheid, maar ook gewoon de esthetiek van mooie dingen. En dat is voor mij de bron van nieuwsgierigheid is. Dank je. Gewoon willen weten uh, zonder te begrijpen. Uh, dus dat is voor mij die vorm heb je in ieder geval bij mij uh, echt uh, gebracht. En dat doe je in dit gesprek ook. Dus dank dat je komt. Ik heb altijd zo even een soort feedback vragen. Uh, wat heeft gemaakt dat je kwam? Is dat uh, dwang geweest? Uh, nee, normaal. Nee, wij hadden uh, destijds een leuke kennismaking waar ook heel veel raakvlakken waren op het gebied van. Ja, ook een beetje blik op de wereld misschien wel. En, en die, 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 die combinatie van technologie en uh, natuur en wat, wat diepere vragen over de wereld. Ja, Marta gewoon een super interessante journalist. Dus ik dacht, dit moet een goed gesprek opleveren. En volgens mij is dat het ook wel geworden. Ja. Ik heb genoten, dankjewel. Ja, ik ook. Heel erg bedankt.